De 64-jarige bijzonder dat is maandagavond omgekomen in het verkeer in Ikkerie. De man was wachter bij een reisbedrijf. Hij viel van zijn bromfiets in het middenstandpolder, terwijl hij onderweg was naar zijn werk. Het slachtoffer kwam op het wegdek terecht, nadat de ketting van zijn bromfiets vast kwam te zitten. Het ongeluk is hen noodlottig geworden. Star Nieuws verneemt van een familielid dat een ingeschakelde arts formeel de dood heeft vastgesteld. De verkeersbarometer voor dit jaar is opgelopen naar 28.